En dan gaan wij volgens mij nu naar de uitreiking van de Student Societal Impact Award. Een student die initiatief toont, daadkracht en leiderschap. Die zich inzet voor een bijzonder project dat aantoonbaar bijdraagt aan een betere maatschappij. Deze student verdient de Student Societal Impact Award. En dit jaar waren er veel kanshebbers. Studenten van de Erasmus Universiteit die het verschil willen maken. De winnaar wil een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Als manager van de Erasmus Sustainability Hub maakte ze zich ook al hard voor duurzaamheid op de campus. En kreeg dit thema ook hoog op de agenda van de gemeente Rotterdam. Als voorzitter van de klimaattafel Consumptie droeg ze bij aan het Rotterdams Klimaatakkoord. Pleitte ze voor meer samenwerking tussen de stad, de universiteit en maatschappelijke organisaties. En droeg ze concrete voorbeeldprojecten aan op het gebied van duurzame consumptie. Ze is dus een echte change leader en een voorbeeld voor onze hele community. We zetten haar graag in de spotlight om meer van haar te horen. De winnaar van de Student Societal Impact Award is Esme Tanis. Daar is ze. Esme Tanis, gefeliciteerd met de Student Societal Impact Award 2020, uitgereikt door Arno Bonte, de wethouder duurzaamheid van Rotterdam. Het is gelukt met de foto. De prijs mag je even neerzetten, Esme, hiervoor. Misschien een mooi plekje. Dank u wel, Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid Rotterdam. En Esme krijgt 1,5 minuut geheel de vrijheid om te zeggen wat ze wil zeggen. Oh, daar gaat de prijs. Ja, dank je wel. Ja, iedereen heeft het tegenwoordig over impact maken. En ik zei eigenlijk ook altijd dat ik impact wilde maken, maar ik had eigenlijk nooit zo'n goed idee wat het nou betekende en hoe ik dat zou moeten doen. En wat ik in de afgelopen 2 jaar heb geleerd is dat eigenlijk alles begint bij iets wat je aandacht trekt en waar je aan bij wilt dragen. Maar dat het belangrijkste is dat je gewoon begint en actie gaat ondernemen. In plaats van langer na te denken over wat nou misschien mijn passie zou zijn, ben ik op een gegeven moment gewoon aan de slag gegaan met een onderwerp wat toen mijn interesse had en op onderzoek uitgegaan. Ik heb me toen aangesloten bij een organisatie van like-minded mensen en bezocht veel evenementen in de stad. En zo bouwde ik in korte tijd een groot netwerk op, leerde mensen kennen, leerde veel nieuwe dingen. Maar bovenal ook hoe ik als individu kon bijdragen. En ik besefte echt dat je met elkaar meer impact kan maken dan alleen. En niet alleen dat. Ik begon ook te zien dat impact niet gelijk groot hoeft te zijn. Het is belangrijk om groot te denken en om connecties te leggen. Maar het is veel handiger om gewoon klein te beginnen en te werken aan iets wat haalbaar is. En als je dan dicht bij jezelf blijft, uitdraagt aan je omgeving waar je voor staat. En met oprechte passie en nieuwsgierigheid je inzet voor iets. Dan kun je echt meer bereiken dan je zelf denkt. En ik weet zeker dat er in deze gemeenschap genoeg mensen zijn met goede ideeën en die ook willen bijdragen. En ik roep je dan ook op, als je je aangesproken voelt, om ook vooral gewoon te beginnen en iets te gaan doen. En als je het leuk vindt, ik vind het altijd leuk om mee te denken over dingen, dus stuur vooral een berichtje op LinkedIn en dan kijken of we samen meer impact kunnen maken. Dank jullie wel.